Welkom bij de tweede aflevering van de Straatkunstprijs. In deze uitzending weer veel aandacht voor de meningen van de mensen in Brabant. Maar nu specifiek over de vraag wat kunst nu precies is. Wat houdt dat in? Wat maakt kunst tot kunst? Nou, wat vindt bijvoorbeeld een museumdirecteur ervan? En kunstkenner Atscha van Zanden die gaat me laten zien wat zijn favoriete kunstwerk is in Den Bosch. Maar wellicht heb je zelf ook een favoriet kunstwerk wat je wilt nomineren. Doe dat dan op straatkunstprijs.nl of op de speciale layer op je mobiele telefoon. Dit is de Brabantse Straatkunstprijs. 8 weken aandacht voor bijzondere kunst in Brabant. 8 weken om te laten weten wat jij van kunst op straat vindt. En mee te bepalen welk kunstwerk de Straatkunstprijs wint. De openbare ruimte is ook jouw ruimte. Maar deskundigen bepalen meestal wat voor kunst daar moet staan. In de Straatkunstprijs bepaal jij op welke straatkunst Brabant trots is. Het werkt heel eenvoudig. Brabanders nomineren hun favoriete kunst op straat. En het kunstwerk met de meeste stemmen wint eind oktober de Brabantse Straatkunstprijs. Je kunt alles volgen op Omroep Brabant, in de kranten en op straatkunstprijs.nl. Vorige week zagen we al dat publieke kunstwerken jouw mening nodig hebben om betekenis en waarde te krijgen. Maar wanneer kun je nou eigenlijk iets kunst noemen? Als het indruk maakt. Als het iets met je doet, zeg maar, van gevoel. Als je er een bepaald gevoel bij krijgt, dan denk ik dat het kunst is. Wanneer iets geschapen wordt, met een intentie erachter. Ja, ik zeg al zo iets wat die echt iets uitbeeldt. En iets weergeeft eigenlijk. Ja, dat is voor mij kunst. Wanneer je een raar gevoel erbij krijgt, dat je gaat navragen van wat is het? Dan is het kunst. Wanneer de juiste mensen zeggen dat het kunst is, zeggen ze wel eens. Maar daar ben ik het niet mee eens. Voor mij is kunst iets heel veelomvattends. Het is in elk geval dat wat mensen met elkaar verbindt. Het is totaal overbodig en tegelijkertijd is het absoluut noodzakelijk om mens te kunnen zijn. Ja, eigenlijk is bijna alles kunst. Kunst kan en mag dus van alles zijn. Maar wat moet het in elk geval zijn? Waar moet kunst in de openbare ruimte volgens de Brabanders aan voldoen? Kunst moet aanspreken, moet iets prikkelen van de zintuigen, op een positieve manier. Het moet mooi zijn. Mooi. Nee. Dat hoor je wel eens op tv inderdaad van kunst moet mooi zijn. Ik vind niet dat kunst mooi hoeft te zijn. Soms is kunst juist lelijk bedoeld. Nou ja, lelijk vind ik nou meteen het andere uiterste. Ik denk dat, en aanstootgevend ook. Het hoeft alleen niet altijd alleen maar mooi te zijn. En het probleem is natuurlijk dat smaak verandert. Ook bovendien in onze eigen tijd is de smaak nogal verschillend bij heel veel mensen. Wat de een mooi vindt, vindt de andere spuuglelijk. Of het nou mooi is of lelijk, kunst is overal in de openbare ruimte. En is dat nou belangrijk? Of zouden we het net zo goed kunnen missen? Nou, dat zou verschrikkelijk zijn, toch? Ja, dan zit ik denk aan hele schrale wijken in Rusland of zo. Ja, dan denk ik, ja, daar heb je geen kunst. Voor mij hoeft het niet. Dat is levensgevaarlijk, dat is allemaal brons. Dus vanaf mij is dat toch weg afgepot, of denk ik. Ik zou hem niet zelf in mijn tuin hoeven hebben, zeg maar. Ik word er wel nieuwsgierig van als ik bepaalde beelden zie. Ja, wat het betekent en dus hoe mysterieuzer, hoe beter eigenlijk. Want dan ga ik raden wat het uitbeeldt of wat de kunstenaar ermee bedoeld heeft. Dat aandachtige kijken, dat is juist wat we met kunst willen bereiken. Dat mensen hun omgeving af en toe als iets meer zien dan alleen maar dat waar ze veilig doorheen moeten. Of op weg naar de Albert Heijn zijn of weet ik veel wat. Je moet verwonderd kunnen blijven raken. En dat is denk ik het mooiste wat je een mens kunt aanbieden. Verwondering. Kunst in een stad geeft een rustpunt. Ja, dat is het voor mij eigenlijk meer. Maar ook omdat het belangrijk is dat mensen eventjes met iets
hogers geconfronteerd worden dan gewoon dagelijkse winkels en zo. En eventjes stilstaan erbij dat er nog iets anders mogelijk is ook. Nou, in deze aflevering dus heb ik de gast Atsra Verzande. Nou ja, je bent eigenlijk, mag je zeggen, tutoyerend. Je bent geen onbekende in de wereld van de kunst en cultuur. Je stond aan de wieg van Omroep C, van het Holland Festival. Je maakte documentaires voor de VPRO, voor de NOS. Nou, eindeloos. Dus de aangewezen persoon om te vragen, wat is nou eigenlijk de definitie van kunst? Tja, eigenlijk moet je geen vragen stellen die niet te beantwoorden zijn. Maar ik denk dat dat heel erg individueel bepaald is. Voor mij moet het in ieder geval niet eens altijd een vorm van schoonheid hebben, maar het moet je iets doen. Dit beeld, dat moet ik een aantal keer gezien hebben, maar het is nooit echt tot in het diepe bewustzijn doorgedrongen, totdat ik er echt letterlijk voor ging staan. Want dit beeld is uiteindelijk jouw favoriet. En dan begint er iets. Het werk heet Pathos. Nou, het is inderdaad gedurfd, zou je kunnen zeggen. Het is wat je noemt een statement en het staat er nogal pregnant. En het is ooit door de PTT, die al lang niet meer bestaat, besteld. En wat de kunstenaar erbij gedacht heeft, dat bedenkt niemand. En dat vind ik ook helemaal niet erg. Het kan mij eerlijk gezegd ook niet zoveel schelen wat hij heeft bedacht. Het gaat mij om het hoe het geworden is, het resultaat. Dat toen je het de eerste keer zag, wat toen dacht wat doet ik, het? Ja, dit is iets, dat daar zie je aan dat het een goede kunstenaar is. Waarom? Ja, dat is nou het hele lastige van het uitleggen. Je ziet hier een ongekende kracht in. Tenminste, ik zie dat zo. En denk, dit kopieer je niet zomaar 1, 2, 3 in je fantasie. Mensen zeggen vaak, dat kan ik ook, of dat kan mijn kind ook. En dat is zelden waar. En dat is zeker in dit geval niet waar. Ja, iemand die met zoveel materialen zoveel dingen weet uit te drukken, zo'n sfeer weet te creëren. Want ik vind het een hele goede sfeer hebben. Wat is de sfeer? Wat is de sfeer van pathos, heet het, hè? Wat ja, is de sfeer van pathos? Van stevigte, van een ongegeneerde van een ongegeneerd materiaalgebruik. Wat durf je nou met zo'n enorme klomp steen die eigenlijk een beetje uit een gletsjer lijkt te zijn neergedaald en door een hijskraan hier is neergezet? Ik vind het gedurfd. En het verdient meer aandacht. Zullen we hem nader bekijken? Want ik zie daar ook een soort halve ei zie ik erin zitten. Ja. De grootste vraag is, hoe komen we daar? Even door de distels en de klim op. Is het niet als dit een soort natuurlijke kracht is die er zeg maar uitkomt? Weet je, dat IJslandse rauwe. Is het dan niet mooier als iets dan tussen de huizen staat juist? Als een soort tegenwicht? Ja, ik moet zeggen, het is een beetje een wonderlijke omgeving, maar het staat hier wel goed. Dat wil niet zeggen dat het ergens anders niet zou kunnen staan. Maar je moet heel erg uitkijken. Ik weet precies hoe het is. Als je mensen vraagt, wil je dit voor je deur? Dan zeggen ze al snel nee. En waarom? Nou, omdat mensen graag dingen willen begrijpen, wat ik op zichzelf heel plezier vind. En hier natuurlijk, je kan er van alles en nog wat omheen verzinnen. Maar het blijft natuurlijk gewoon een object waar je je eigen interpretatie aan kunt geven. En dan wordt het al snel afgewezen als iets wat niet begrepen wordt. Maar dit minder toegankelijk kunstwerk is dus door jou genomineerd. Mag je daarom vragen om deze erop te plakken? Graag. Ik hoop dat mensen stemmen straks en risico nemen. En risico nemen, ja. Doe dat inderdaad. Heb je een favoriet? Mag dus ook veel minder toegankelijk zijn. Doe dat dan op straatkunstprijs.nl. En volgende week zijn we er weer. Dan ga ik op stap met architect en kunstenaar John Kermeling. En praat ik met een wethouder met heel veel Brabanders. En dan vooral over de vraag, moet kunst in openbare ruimte democratisch zijn? Tot volgende week. Staat mooi, hè? Prachtig. Genomineerd. Hatsa. Doe ook mee met de Straatkunstprijs. Tot 25 september kun je op BrabantseStraatkunstprijs.nl jouw favoriete kunstwerk nomineren. Kijk dus goed om je heen, ga naar de website of gebruik de gratis Straatkunstprijs Layer om met je smartphone mee te doen.